they are called one of the most damaging snails in the world maar afspreken dat we dit nou alsjeblieft niet gaan verpesten. Oh, kijk nou, ze gaan zoenen. Ah, how cute. Slakken worden steeds populairder en uh, nou ja, ze zijn natuurlijk ook hartstikke schattig, dus ik snap dat wel. Ik heb ze natuurlijk zelf ook en ze zijn ook uberschattig. En deze zijn nog niet eens zo groot. Ze zijn denk ik uh, nou, wat zal het zijn? Een centimeter of 8 à 10. Deze kunnen nog veel groter worden. Ik heb er vroeger uh, tien gehad bij elkaar. En dat was echt fantastisch. Hele leuke, gezellige slakken. Alleen ze leggen onwijs veel eitjes. De mens heeft best wel veel verpest, wat dieren betreft. Dat zal jullie allemaal niet ontgaan. Alle berichten. Ik heb ook video's gemaakt bij de schilpadenopvang. En ook daar kom je schrijnende verhalen tegen van schildpadden die gedumpt worden en die eigenlijk helemaal niet in onze natuur thuis horen. Wat er op dit moment gaande is, is dat er echt serieus een klimaatverandering is. Je kunt dat geloven of niet, het is gewoon echt waar. Het wordt steeds warmer. Dat betekent ook dat er steeds meer dieren hier kunnen overleven, dat er steeds meer dieren ook hier naartoe komen. Het zij via transport, want we hebben natuurlijk ook steeds meer transport. Laatst was het weer een vogelspin meegereisd met de bananen. Jullie kennen die verhalen vast wel. En zo komen er ook steeds meer tropische dieren deze kant op. En vaak begint het met dieren die vanuit Afrika richting Spanje gaan, richting Frankrijk, België en vervolgens deze kant op komen. Dus hoe langer de temperaturen gaan stijgen, hoe meer jaren eroverheen gaan, hoe meer kans dat ook deze slakken het kunnen gaan overleven hier in Nederland. En dan denk je, ja, het niet uit, wij hebben ook slakken, geen probleem. Ja, maar bij deze slakken ligt het even anders. This snail is one bad dude for the environment, for humans, and for our economy. They are called one of the most damaging snails in the world. giant african land snail invaders are coming giant snails are threatening south florida agriculture eating much in their path and they're on the move in our direction jeff skrypak looks at the threat and the fight to stop it the giant african land snail it grows to the size of a rat feeds on almost anything including stucco walls and can lay up to 1200 eggs a year florida already full of terrifying animals and critters Is now battling massive invasive snails. They can also carry a dangerous parasitic worm. That sometimes causes a rare form of meningitis in humans. Deze slakken die waren afgelopen juli voor de zoveelste keer weer in het nieuws. Deze soort, deze donkere, de Argentina feluca, de wildkleur. En bij een invasie moet je je wel voorstellen dat deze dieren meer dan 500 planten, fruit en groenten eten. Stel je voor dat deze dieren met die... 500 eieren in de week wat ze leggen en die komen dan uit al die slakken dat die allemaal aan de wandel gaan over heel Nederland over al onze akkers al onze gewassen ze vreten alles op en je kunt er bijna niks tegen doen dan heb je nog in Florida dat de woningen daar die hebben een laag stuk werk dat vinden die slakken lekker die kruipen op die huizen die schrapen daar van alles van het huizen af omdat ze dat kunnen gebruiken als calciumbron voor een huisje deze slakken die worden gewoon populairder. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat wij in Nederland voor de zoveelste keer weer de fout in gaan. Het zij al niet met schildpadden, met andere tropische dieren, nu ook met deze slakken. Ze zijn nu zo ongeveer 12 jaar een beetje bekend hier in Nederland als huisdier. Ik heb er ook al heel veel video's over gemaakt. En het wordt tijd dat we nu ook eens even met elkaar afspreken, dat we dit nou eens een keer niet. Gaan verpesten. Hoe leuk of ze ook zijn, ze horen niet in onze natuur thuis. Op dit moment zullen ze het nog niet overleven. In de winter gaan ze vaak dood omdat het hier veel te koud is en het gaat vriezen en dan overleven ze het niet. Maar ook onze winters worden steeds zachter. Wat als het niet meer gaat vriezen? Wat als ze die temperaturen net aankunnen en nog ergens in een schuurtje schuilen? En ze rennen het wel. Want deze die hebben lang niet zo'n hele hoge temperatuur nodig als bijvoorbeeld die tijgerslak die ik laat in mijn handen had. Deze die overleven Florida. Deze overleven ook wat andere landen, waar ze inmiddels ook een plaag zijn geworden. moet er toch niet aan denken dat heel Nederland al onze akkers, al onze bloemen en planten, al ons fruit en groenten alles dat het allemaal opgegeten wordt. Als zo'n één zo'n slak 500 eitjes legt per week en die komen allemaal uit. En 300 daarvan die overleven. En daar komen ook weer allemaal baby's uit. Uit 300 ook weer 400, 500 slakjes. En daar ook weer uit en daar ook weer uit en dat blijft maar kweken. En het eet al onze gewassen op. En dat gebeurde dus in Florida. Ergens is het ooit fout gegaan in Florida. En dat was al in 1966. Er gaan twee verhalen. Het eerste verhaal is dat deze slakken geïmporteerd werden, omdat deze slakken die worden namelijk ook gegeten in Afrika. Hè? Dus we, al die, die grote slakken, de ovens, de tijgers, en deze, die werden in Afrika, die worden nog steeds in grote boerderijen gekweekt. Hè, want dat doet de mens, die kweekt alles in boerderijen om op te eten. Deze slakken die worden daar gegeten. En ze dachten in Florida, nou laten we dat bij ons ook eens proberen. Want uh, misschien levert dat geld op. Dus ze zijn een slakkenboerderij begonnen. Ze kwamen erachter dat het helemaal geen geld opleverde. En toen zaten ze met een heleboel slakken. En toen hebben ze die maar losgelaten in de natuur. En goh wat gek. Ze konden het overleven. En de rest is history. Jaar in, jaar uit is het iedere keer weer raak en ontstaat er weer een plaag. Ze hebben het een tijdje onder controle gehad. Die uh, plaag van 1966, dat heeft tot 1971 geduurd, voordat ze dat onder controle hadden. En daarna ging het een paar jaar goed en in de jaren 80 was het weer een explosie. En nu afgelopen jaar hoor ik niet anders. Is ook niet zo gek, want het wordt overal steeds warmer. Het andere verhaal is dat ze denken dat die daar zijn gekomen door transport... Dat is natuurlijk ook mogelijk. Dat ze mee zijn gereisd met bepaalde planten of met groente, en uh, dat ze vanuit daar uh, in het land zijn gekomen. Nou, they're invasive, they're dangerous, and they're back in Florida. We're talking about giant African land snails, which are known to damage homes and crops while carrying parasites. Grosse. Behalve dat deze slakken een plaag zijn geworden, hebben ze in het nieuws. Die kwam met hele enge, griezelige verhalen dat deze dieren heel erg gevaarlijk zouden zijn. Ze zouden een longworm, een rattenlongworm bevatten die heel erg ziekmakend is en waar mensen dood aan kunnen gaan. Wat is er nou eigenlijk waar van dat verhaal? Dieren die in het wild leven, dus in Afrika in het wild leven, die kunnen niet allemaal, maar die kunnen inderdaad een ratatlongworm bij zich dragen. There is a rare form of meningitis that can be picked up by handling these snails if the snail itself is infected. Not every snail will be infected, uh, but an infected snail can pass on this meningitis. Je krijgen ze vaak doordat ze bijvoorbeeld de poepjes opeten van een rat. Als ze dan die longworm hebben, dan kan die niet meteen een mens besmetten. Dat kan alleen als je de slak rauw gaat opeten. Dus iemand een hapje als je deze slak rauw gaat opeten, uit het wild, kan die inderdaad parasieten bevatten. Zoals elk dier. Wat denk je van je hond? Je hond heeft veel meer parasieten bij zich dan een slak. Het gaat er gewoon om dat mensen weer ziek zijn geworden omdat ze zo'n slak rauw op hebben gegeten. Er is zelfs een verhaal van een jongen uit Nederland die een weddenschap aan was gegaan met vrienden. Durf jij die slak in de tuin? op te eten. Nou had die jongen al een onderliggende ziekte, maar allah, hij doet dat, hij gaat die uitdaging aan, eet die slak op. Vervolgens voelde hij nog niet meteen iets. Uiteindelijk werd hij wat ziekig en hij kreeg steeds meer pijn in zijn benen. En vervolgens zakte hij zo in elkaar. Aangekomen in het ziekenhuis bleek hij dus gewoon verlammingen te hebben en zo. Uiteindelijk heeft deze jongen met die ziekte acht jaar in invaliditeit doorgeleefd en is uiteindelijk in 2018 overleden door het eten van een rauwe tuinslak. Er zijn ook verhalen bekend van mensen die heel erg ziek zijn geworden door het eten van een rauwe naaktslak. Waarom zou je dat doen? Voor een weddenschap. Deze slakken zijn niet gevaarlijk. Het is wel zo dat ze die ziektes over kunnen brengen als jij allemaal slijm op je hand hebt en je gaat eraan likken of je gaat aan de slakken likken. Ik weet niet hoor, ik weet niet wat jij doet, maar ik ga niet aan mijn slakken likken. Dat moet je gewoon nooit doen. Wat denk je van een hondentong? Heel veel dieren moet je gewoon niet aan gaan likken of andere rare dingen mee gaan doen of rauw opeten. Want dat is vragen om problemen. Kijk maar naar andere zoonozen, vaak komt dat gewoon in dieren voor en vaak ook rauwe dieren. En dan nu bij ons thuis, deze dieren komen niet uit het wild, die zijn hier gekweekt, die dragen die parasieten niet bij zich. Ik raad je natuurlijk altijd aan, als je een dier hebt gehanteerd, om daarna gewoon even je handen te wassen, vooral bij kinderen, dat ze niet daarna nog met de handen in de mond zitten. Er kan gewoon verder niks gebeuren. Wat er dus wel kan gebeuren, is dat deze dieren uiteindelijk in onze natuur terechtkomen en het op den duur gaan overleven. Daar is nu nog geen sprake van. Maar over tientallen jaren zou dat misschien zelfs wel mogelijk zijn. Dat steeds meer mensen deze dieren gaan houden. En niet de eitjes kunnen of willen pletten. Of niet de eitjes in de diepvries willen doen. Maar ze gewoon in de container of in de tuin gooien. Of je bent je slakken zat en je denkt: Nou, er leven ook slakken in mijn tuin. Ik zet ze gewoon buiten. Hartstikke leuk, zeker met mooi weer. Dan denk je: nou, gaat Dat gaat prima. Die leven nog wel hoor. Zoals met zoveel dieren: zet ze niet uit in onze natuur. Doe dat gewoon niet. Schaf dan gewoon geen dier aan. Reuze slakken zijn hartstikke leuk, maar zorg er dan ook voor. Ze worden gemiddeld 5 tot 8 jaar. Ze kunnen de 10 jaar halen. Gemiddeld is het 5 tot 8 jaar. De nieuwsberichten waren wel weer heftig. En wat doen ze uiteindelijk met deze slakken? En dan probeer dan meteen even in je hoofd te prenten van stil. Dat het over een aantal jaar hier ook zo warm wordt. En je krijgt dus hetzelfde als in Florida. Dan gaan de mensen, die gaan allemaal op zoek. Gaan die slakken allemaal rapen. Nou, die eitjes zitten allemaal in de grond, dus die kom je vrijwel niet tegen. Dus als die slakken eenmaal al in je tuin lopen en op je akkers, dan is het al te laat. Dan hebben ze zoveel al kapot gemaakt. Die slakken die worden allemaal gevangen. Ze kunnen daar dan niks mee. Ze gaan het zelfs dan in een of ander alcoholgoedje doen om ze te laten sterven. Dat is super zielig, want die dieren die voelen dat wel degelijk. Of ze doen ze in de vriezer. Since 2011, experts have removed and destroyed more than 158,000 of them from the Miami area. The project to eradicate them has cost the state 10.8 million dollars. Nou is het zo so dat als een slak heel ernstig ziek is en je zal moeten euthaniseren, dan raden ze altijd aan om een slak eerst in een koeling te doen, want dat is een natuurlijk proces voor een slak als een slak In een koelere periode komt, gaan ze zich terugtrekken, gaan ze hun huisje afschermen en dan gaan ze in een winterslaap. Dan komen ze tot rust, hun hartje gaat heel erg naar beneden, die klopt bijna niet meer. En daarna kun je, kun je dan die slak in de vriezer doen. Het is niet de bedoeling dat mensen slakken in gaan vriezen als ze niks hebben, dat is in het uiterste geval als ze hartstikke ziek zijn. Bijvoorbeeld, er is er een gevallen, het hele huis is kapot, valt niet meer te repareren en het diertje gaat dood. Dan kun je zo'n dier eerst in de koeling zodat hij tot rust komt. Daarna in de vriezer tot euthanasie. Wat ze daar doen in Florida, dat is al die slakken rapen. Of ze gooien ze in een groot bad met allemaal alcohol. Of ze gooien ze meteen allemaal in de vriezer. Dus die dieren komen vanuit de warmte, vanuit hun habitat die ze daar hebben. Die weten van niks. Hop, worden geraapt. Bam in de vriezer. Die mensen in het nieuws die maken die dieren tot vreselijke monsters. Het zijn hartstikke gevaarlijke dieren voor mensen. En, uh, ja, en als een hond een rauwe opeet, kan die ook heel erg ziek worden. Als mensen al ziek worden, kun je daar ook wel weer beter van worden. Het is niet meteen zo dat je sterft. Dat zijn uitzonderlijke gevallen. En dat zijn echt mensen die die dieren rauw opeten. Er bestaan een heleboel slakkenboerderijen in de wereld, vooral in Afrika, maar in Nederland hebben we ze ook. Daar worden die slakken allemaal gekweekt om opgegeten te worden. Heel veel van die slakken die komen ook als huisdier naar Nederland toe, uit Afrika. Dan worden ze een zogenaamd wildvang genoemd. Meestal zijn het gewoon slakken die daar uit die kwekerijen komen. Die kunnen ze er voor 30 cent per stuk kopen. Kost natuurlijk een hoop geld wel om dat hier naartoe te laten komen. Maar er zijn niet heel erg veel, die zijn vrij zeldzaam. Niet heel erg veel slakken die letterlijk uit de natuur geplukt worden... En meegenomen worden, want dat mag helemaal niet. Zeker niet in dat soort landen. Je mag niet zomaar zulke dieren meenemen in een vliegtuig. Daar moet je allemaal papieren voor hebben. Slakken die je al zo kunnen kopen, die komen vaak dan van die slakkenboerderijen af en die worden dan gewoon ingekocht als voedsel. En dan komt het hier naartoe. Die dieren die worden dan gekookt en alles en opgegeten en daar worden mensen niet ziek van. Het is puur de rauwe slakken. Although no cases have been reported, the snails also carry a parasite that can cause a form of meningitis. Potentially deadly to humans. How they got here this time, no one knows. Maar goed, wij hebben het natuurlijk over huisdieren. Wij vinden het leuk om ze in huis te hebben. Let er dan alsjeblieft op dat je er goed voor zorgt. En laten we dan met z'n allen voor één keer afspreken dat het afgelopen is met de dieren maar in de natuur dumpen. Mij niet uit wat het is: kat, konijn. Schilpad, Slak, Sugar Glider, Axolotl. Mensen die willen alles hebben. Ik heb er ook al heel veel video's over gemaakt. En het wordt tijd dat we nu ook eens even met elkaar afspreken dat we dit nou eens een keer niet gaan verpesten. Mensen willen alles hebben voor een blauwe maandag. En vervolgens dumpen ze het. Ook allerlei soorten tropische vissen. Gewoon allemaal bij ons maar de sloot en de zee in. Als het hier warm blijft en steeds warmer wordt en die dieren gaan overleven, zullen ze onze flora en fauna aantasten. Dan zullen alle andere dingen uitsterven, omdat deze dan allemaal de overhand gaan nemen. En deze dieren die kunnen ontzettend veel ravage aanrichten aan de akkers. Je voedsel dus. En je huis, als ze daaraan gaan knagen. Heb je nou besloten om twee slakken of meer te nemen, want het zijn gezelschapsdieren... Ze hebben elkaar nodig, het zijn sociale dieren. Blijf dan even bijvoorbeeld dit soort video's volgen. Leer ervan, steek er wat van op. Stel je vragen, dan kan ik dat behandelen. En dan hopen we dat we samen op een goede manier dieren kunnen houden. Ze niet in de natuur uitzetten, dat ze niet ook op de verboden lijst komen, want de mens doet het gewoon zelf. Ik ga jullie terugzetten, want jullie worden zo droog, zo drogen jullie uit, is dus niet de bedoeling. Neem je verantwoordelijkheid. Haal de eieren weg. Wil je nou meer weten over hoe je de eieren kunt vernietigen? Klik dan even hier op het i'tje. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie gauw weer terug bij weer een hele leerzame video over uh, deze prachtige dieren. Tot de volgende keer. Doei. En vergeet niet je handen te wassen. En vergeet niet te abonneren en te liken. Ik vergeet het al te zeggen. Doe even een duimpje. Klik even op like. Doeg.